Wat is de mogelijkheid, terwijl we in de waardesfeer zitten, om tot de verlossing te komen? Hoe kunnen we Christus daarbij de hulpstaat zijn? En hoe kan Christus ons daarbij de hulpstaat zijn? Christus kan ons behulpzaam zijn door de lange adem die we krijgen. De mensen hebben behoefte aan een lange adem. Christus wijst ons op dat volhouden, op dat doorzetten, tot het einde toe, tot het bittere einde toe. En in Christus zien wij leven nu in deze lijdenstijd. Zien wij een Pasen, een nieuwe leven, dus de opstanding, dat nieuwe leven. En het is vanuit die verwachting op dat nieuwe leven dat ons gevraagd wordt om ons in te zetten met huid en haar voor die leefbare wereld. Die is ons toevertrouwd. Wij zijn nu bezig met die vernietiging. Wij moeten ook nu in beweging komen. En dat zit in het zien op de Christus. De Christus die zijn leven gaf, die gekruisigd werd. En die trouw bleef tot het bittere einde toe. Ja, ik denk dat in Christus wordt een nieuw mens zichtbaar, die oog heeft voor datgene wat ons overstijgt, die ons verlost uit die enge, benauwde kokon. Van een in zichzelf gekeerd, zogenaamd autonoom wezen. Het is de grootste misvatting die er kan zijn. En die ligt als een sluier over onze samenleving. Daar zie ik. Ja. Is de mens daartoe in staat? Ja, de mens is zeker in staat om te handelen met de mogelijkheden die ieder mens heeft. Of je nou twee armen heeft, of één hoofd. Maar de hele zaak is om in beweging te komen. Om nu massaal in verzet te komen. Tegen wat gaande is aan vernietiging. Samen met anderen, ja. Ik denk dat de mens daartoe in staat is. Niet tot een eigen verlossing, maar wel tot het tegengaan van een catastrofe. Voorkomen. Het veranderen. Wat nodig is, is een omkeer. Gebaseerd op inkeer. Ik denk dat dat essentieel is. En die inkeer, die komt door het gericht zijn, het zien op de Christus. Denk aan dat mooie schilderij van Murillo, wat ook in het boek is opgenomen. Waarin de herders kijken naar de Christus. En waaruit het kind van Christus kijkt naar ons. En daar kom je niet aan. En dat geeft nieuw leven. Dat geeft mij ook nieuw leven. Ik was al lang gestopt. Als ik die vraag niet zag in de levende ogen van de gekruisigde Christus. Met die vraag van, en jij, wat heb jij gedaan met jouw mogelijkheden in deze kritieke tijd? En we leven in die kritieke tijd. En we moeten in beweging komen.